Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Toch laten wij toe dat zo'n 2 miljoen burgers in Nederland niet gelijk behandeld worden. Tussen deze 2 miljoen burgers bevinden zich lesbiennes, homo's, hetero's, transgenders, kinderen, jongeren, ouderen, kleine mensen, grote mensen, dunne mensen, dikke mensen, witte mensen, zwarte mensen, je broertje, je zusje, nichtje of neefje, vader, moeder, tante, oom, opa, oma. Alle soorten en maten mensen. Ze hebben één ding gemeen. Ze zijn gehandicapt, door wat voor reden dan ook. Ze ondervinden fysieke, geestelijke, verstandelijke en of psychische beperkingen. Of alles tegelijkertijd. Ze tellen vaak gewoon niet mee. Ze doen heel vaak gewoon niet mee. Vaak is het een hele onderneming om een gebouw te bereiken, soms met gevaar voor eigen leven. Ze lopen niet gemakkelijk naar binnen. Ze stappen niet gemakkelijk over een drempel. Of ze kunnen een gebouw niet in, of ze mogen niet naar binnen. Dat is discriminatie. Wist je dat voor blinden en slechtzienden openbaar vervoer de enige vorm is om zich te kunnen verplaatsen? Je wilt er toch niet aan denken dat ze zelf auto gaan rijden of fietsen? Daarom is toegankelijk en veilig openbaar vervoer zo belangrijk. En haltes, want er gaan veel haltes weg. Logische routes verdwijnen, blinden moeten veel meer overstappen, moeten over drukke kruispunten. Des te belangrijker dat de tikkers het doen. Des te belangrijk dat de boodschap wordt omgeroepen. Als je daar geen aandacht aan schenkt, als je daar niet voor zorgt, sluit je ze uit en kunnen ze niet gelijk als jij meedoen. Op een gehandicapte parkeerplaats parkeren, terwijl je gezond van lijf en leden bent, heb je wel eens aan iemand gevraagd of die van die plek afhankelijk is, hoe vervelend het is. Je denkt dat die plek altijd leeg staat. Daarmee sluit je die persoon die afhankelijk is van die plek uit. En nee, het telt niet als je denkt, ik ga wel weg als die persoon eraan komt. Je maakt die persoon dubbel afhankelijk, nu dus ook van jou. En waarom vind je het normaal dat ik niet door één ingang kan, net als jij? Verdient een gehandicapt het om weggevoerd te worden naar een aparte zij- of achteringang? Zijn we melaats of zo? Meestal is het de leveranciersingang, waar troep en vuil ligt. En het niet zo belangrijk is om een goede indruk te maken. Of ze vinden dat je er blij mee moet zijn met die artiestenbehandeling. Zo voelt het niet. Je voelt je ongelijk behandeld. Het degradeert je tot een ongelijkwaardige persoon. Dat is wat je voelt. Dat is geen artiestengevoel. We vinden het normaal om gehandicapten de gekste capriolen uit te laten halen. Als er een hoge drempel is, vind je dat je ze moet optillen. Alsof ze een zak aardappels zijn. Geen mens met eigen wil. Of je laat een steile helling nemen met gevaar voor letsel, alsof ze niet genoeg hebben. Liever een goedkopere lift of helemaal geen lift dan een gehandicapte die meedoet? Dit is uitsluiting. Veel doven begeven zich tussen andere doven. De dove wereld is voor hen veel toegankelijker en herkenbaarder. Ook is het zo makkelijker dingen te leren dan in de horende wereld. Maar de dove wereld is een kleine wereld. Wie zijn volledige mogelijkheden wil benutten, is ook aangewezen op het functioneren in de gewone wereld. Daar moeten wij ook rekening mee houden. Als je dat niet doet, dan sluit je ze uit. Je vindt het normaal om te poepen en te plassen. Personen met een handicap moeten er vaak voor vechten. Als er überhaupt een geschikt toilet is. Die is er bijna nooit. Terwijl jij gewoon doorloopt naar een wc, moeten zij om een sleutel vragen. Of het toilet is volgestald met troep. Alsof je in een voorraadkast bent. Waarom die ongelijke behandeling? Vaak worden we ook apart weggezet. Niet gezellig met je vrienden of familie van een concert of show genieten. Maar je wordt afgevoerd naar een andere plek uit de buurt van je vrienden en familie. Of dat je een zaal inkomt waar geen plek voor jou is. Is dit apartheid? Of je wordt
Je wordt rolstoel genoemd, terwijl je een naam hebt. Uitgesloten van gelijkwaardige participatie dus. Er zijn kinderen die niet samen kunnen spelen met andere kinderen. Gewoonweg omdat die speeltuin niet geschikt is. Uitsluiting dus. Of de ouders gedragen zich niet toegankelijk. Deze kinderen krijgen al van jongs af mee dat ze er niet bij horen. Ze kunnen niet naar school omdat regulier onderwijs niet voor hen geschikt is. Of ze kunnen niet samen studeren. Of ze moeten naar een aparte school. Of met apart vervoer. Zo kweek je een kloof tussen de mensen van de toekomst. Zo werkt gelijkwaardigheid niet. Zo sluit je ze uit. Zo discrimineer je ze. Het wordt zuur als je als hardwerkende, gestudeerde, met mooie dromen, plots gehandicapt raakt. En dan blijkt hoe moeilijk het is om een baan te vinden. Ja mensen, er zijn ook scootmobielers die gehandicapt zijn. Door een geamputeerde been of door een herseninfarct of een spierziekte of polio. Hoe vaak ik al niet meegemaakt heb dat ik ergens niet naar binnen mag. Gelukkig, het VN-verdrag voor gelijke kansen voor personen met een handicap is al bijna wet. Het is al door de Tweede Kamer en in april staat het op de agenda van de Eerste Kamer. Maar ook dan zijn we er nog lang niet. Maar ook, het gaat ook over een samenleving door iedereen. En daar is iedereen bij nodig. Ook u, de winkelier, de ondernemer, de architect, de ontwerper, de uitvinder, de ambtenaar, de burger, de politicus. Lesbisch, homo's, hetero's, transgenders, kinderen, jongeren en ouderen. Kleine mensen, grote mensen, dunne mensen, dikke mensen, witte mensen, zwarte mensen. Je broertje, je zusje, nichtje, neefje, vader, tante, oom, opa, oma. Alle soorten maten mensen zijn daarbij nodig. Meedoen betekent samenwerken aan een maatschappij voor iedereen, inclusief. Tot slot, ik roep op tot solidariteit. Bid eer gij begint. Bevorder integrale toegankelijkheid voor je begint. Dankjewel. Dank je, Carol. Okay.